Dat hebben we ook gisteren vandaag heel erg benadrukt. Ja. Deze situatie is nog, we kunnen als spelersgroep alleen maar gezamenlijk uitkomen. We hadden gisteren over jullie kunnen vluchten door niet in de Kuip te trainen. Ja, maar hier stel je toch alleen maar uit. Ja. Ik zeg niet iedereen, maar sommige jongens die mogen toch wel wat weer hun mouwen opstoten. En er lopen een aantal jongens erop. Als Feyenoord echt in de top wil voetballen, misschien horen ze hier dan niet. Maar als ze met een beetje inzetten, en dat voornamelijk ook in de verdediging. Als je kijkt een aantal jaar, 10 jaar geleden, als je een Henk Vrezen, John de Wolf, dat soort dingen. Ja, maar. Net zoals Kevin Hofland, die moet ook dat kunnen. Die moet ook die agressie zo kunnen uitstralen. En zeggen van, hey jongens, hier staat Kevin Hofland. En dan mag hij wel worden afgekraakt door Jan van Berkens op een maandag bij voetbal in Zuid. Je moet het ook hebben, dat is persoonlijkheid. Dat had Vrezen. Ja, maar dat heeft, Kevin Hofland heeft dat ook, want dat heeft hij bij PSV dan ook laten zien. En in de Bundesliga ook laten zien. Dat heeft hij vorig jaar, het eerste halfjaar, heeft hij ook laten zien. En dan begrijp ik dat er wat persoonlijk is gebeurd, is hebben ze persoonlijk gezien. En dat kan gebeuren. Weet je wat het is? De verkeering is zo begaan dat hij ook heel veel met anderen bezig is. En dan vergeet je toch af en toe je eigen. Ja, oké. Dat is gewoon. Hij is zo betrokken. En hij wil graag. En net dat het wel eens ten koste kan van je eigen spel. Maar geloof me, hij wil echt. Het doet hem echt wat, hoor. Maar wat vind jij er nou van? Bijvoorbeeld wat in de media terechtkomt. Dat er een aantal jongens uit het elftal avonden voor de wedstrijden in Rotterdam Centrum lekkere pils zitten drinken. Nee, dat doen ze niet. Dat doen ze niet. Nou ja, ik heb er ook een aantal paar keer gezien. Ja, maar die doen het nooit voor een wedstrijd. Ja, ook voor een wedstrijd. Ik heb ze gezien. Ik kom heel veel in de stad. Ja, maar ik kan het niet geloven. Toch is het zo. Het is niet alleen die ene keer geweest. En ik weet niet of jij erbij was toen. Kijk, en natuurlijk hebben jullie ook het recht om te gaan stappen. Ja? Maar als je een dag daarna een wedstrijd en je gaat zondag voor je om 30 voetballen, natuurlijk kan je zaterdagavond even de pils drinken. Maar als je dan als een lamkap op het veld staat, dan mag je eigenlijk toch wel wat aanraken. Als dat zo zijn, dan is het echt een kwalijke zaak. Maar ik kan me het niet voorstellen van mijn collega. Kijk, ik zit ook zondags in het stadion. En dan zie je weer een paar spelers en die heb ik die avond ervoor gezien. En ik zit ook zo brak als weet ik niet wat in het publiek. Maar die zie je dan ook net zo brak staan. En, maar als je dan ook nog gaat presteren, dan, okay, als je dan ook nog gaat presteren, dan hoor je niemand. Ja. Ik begrijp wat je bedoelt, maar persoonlijk kan ik het niet voorstellen. Maar dan is het echt een kwalijke zaak. Het zijn niet alleen jullie teleurstel, maar dat zijn wel Ja, er moet nou in ieder geval gewoon wat gaan gebeuren. Wat ben jij nou met de kritiek wat heel veel supporters hebben, dat ze winnen dat jij te status bent en dat je te weinig doet? Ja, maar wat kan je daarmee? Iedereen weet wat voor speler ik ben. Ja, maar daar heb je gelijk. Jij bent zo'n speler, maar in deze situatie wordt er meer gevraagd. Nou ja, ik heb hier een vraag niet rennen. Nee, dat gaat niet. Maar dus ik ben ook wat door de ronde van de situatie. Het enige waarvan stel ik al voorbij dat ik te weinig gescoord heb. Heb ik ook nooit een stoel op banken gestoken. Wat ik dan wel jammer vind, is dat dan Gale Spits, à la Roy Mekai. Jouw kwaliteit. Nee, daar heb je gelijk in. Michael, even wisselen. Daar heb je gelijk in, Michael. Alleen, Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen? Ja, maar wat denk je dat ik moet lopen?
Ja, kom maar aan.